Goedenavond, beste kijkers. Vanavond de gast in Scheldemondig, Marga Vermu, burgemeester van de gemeente Sluis. Van harte welkom. Dank u wel. Ik zou u eerst graag willen vragen wat u wilt vertellen over uw leven voor en naast het burgemeesterschap. Voordat ik burgemeester werd in Sluis, was ik burgemeester in een andere gemeente. In het oosten, zuidoosten van Brabant, gemeente Kranendonk. Ik ben daar 5,5 jaar burgemeester geweest. En daarvoor was ik wethouder. Ik ben 10 jaar wethouder geweest in de gemeente Borselen. Dus ik ben al vrij veel wat jaren actief in het openbaar bestuur, om het zo te zeggen. En daarvoor was ik ook raadslid. Ik ben van huis uit jurist, bedrijfsjurist. Ook gewerkt in het bedrijfsleven, maar ook bij verschillende overheden. Dat is de tijd voor het burgemeesterschap. Ik ben getrouwd. We hebben 3 kinderen. Ik mag heel graag in mijn vrije tijd, dat is misschien ook wel leuk om te vertellen, op de racefiets een mooi toertje maken door Vlaanderen of België. Want ja, als je een beetje fietst, ben je al heel snel in België. Dat is voor mij een stuk ontspanning en ik doe dat graag. Het dameswielrennen komt in de beste kringen voor. Ja, het is in opmars. Ja, ik ben toch bij de ouderen. Je ziet bij de jongere dames, zie je steeds meer jonge dames die ook op de racefiets zitten. Dat is echt wel in opkomst. U heeft al een beetje gezegd hoe u burgemeester bent geworden, denk ik. En toch vraag ik het nog een keer. Hoe bent u burgemeester geworden? Nou, je moet ook gewoon, net als in ieder ander beroep, moet je solliciteren. Dus als je vacature ziet dat je denkt, nou, dat lijkt me wel wat. Lijkt me een mooie gemeente waar ik bij pas. Schrijf je een brief. Je gaat naar de commissaris van de koning. Ter attentie van de koning. Want uiteindelijk in ons land is het zo, bij alle 344 gemeenten die ons land kent, dat je als burgemeester door de koning nog wordt benoemd. Maar wel op voordracht van de gemeenteraad. Ja. Dus de gemeenteraad die heeft eigenlijk de keus uit de kandidaten. En die doet een voordracht. En dat wordt altijd gevolgd. En is dan de gemeente Woensdrecht, waar u ook burgemeester bent geweest, als ik het net goed... Kranendonk is het. Ja. Oh, en in Woensdrecht was u wethouder? Nee, in Borselen was ik Borselen. Wethouder. Ik gooi het helemaal door elkaar. Ja, sorry. Ja. Ja, er zijn ook heel veel gemeenten. Ja. En is de gemeente Borselen een beetje vergelijkbaar met de gemeente Sluis? Of is het heel anders? Ik denk dat er niet één gemeente echt vergelijkbaar is. Aha. Je hebt natuurlijk in ons land, je hebt gemeenten aan de kust. Dat zijn meer de kustgemeenten. Die zijn toch wat meer op toerisme geënt. Je hebt gemeenten die veel meer bedrijvigheid met zich meebrengen. Waaronder bijvoorbeeld gemeente Terneuzen met Noordseaport. En dat is ook bij gemeente Borselen zo. Met het sloeggebied, zoals we dat van oudsher kennen. Ja. Wel een groot plattelandsgebied ook. Dat is vergelijkbaar. En de gemeente Kranendonk, waar ik eerder burgemeester was, dat is toch weer een iets andere gemeente. Ook wel een grensgemeente, dat is hetzelfde als met Sluis. Maar veel kleiner, met maar 6 kernen. En ook het verenigingsleven is daar wat anders. Carnaval is heel uitbundig. Ja. Die gemeente heb je hier ook wel natuurlijk, waar carnaval wordt gevierd. Maar dat is in die gemeente wel in alle kernen zo. Dus er zitten overal weer wel verschillen. Ik snap het. Ja. Dan wilde ik vragen wat er speelt in de raad en daarnaast in het college waar u voorzitter van bent. Ja, als burgemeester ben je voorzitter in de raad van het college. Nou ja, wat heel actueel natuurlijk is, we hebben dit jaar de verkiezingen gehad in maart. Dat is voor een burgemeester altijd even kijken natuurlijk van je bent heel benieuwd en nieuwsgierig. Net als alle partijen die meedoen natuurlijk van wat doen onze inwoners. Wie stemmen ze en welke partijen zijn er winnaar en welke partijen zijn de verliezer? Hoe ziet de nieuwe coalitie eruit? Nou, die is voor de zomer gevormd, de nieuwe coalitie. En die hebben als coalitie ook een coalitieprogramma gemaakt. En daar wordt nu volop werk van gemaakt in ons gemeentehuis. Het eerste jaar dat eraan gewerkt wordt. Ja, zeker. Ja. Ja. En wat natuurlijk heel actueel is in de gemeente Sluis. Dat is het dossier ten aanzien van toeristische verhuur, wonen. Wat vinden we daarvan? Daar zijn de meningen heel verschillend in. Politieke partijen moeten daar echt mee aan de slag om daar een keuze ook in te maken. En hun voorkeur daarin aan te geven. Want het gaat erom dat zowel starters als
mensen die hier komen werken, als mensen die hier al wonen, een woning zoeken. Ja, ja, en die ook concurreren dat. Met elkaar ja. op een krappe woningmarkt. Ja, en het gaat ook om, vooral om leefbaarheid. Hè? Ja. Hoe houden we onze kernen levend? En dat is denk ik wel het belangrijkste dossier voor de komende periode. Duidelijk. Zijn er nog andere heikele punten die spelen in de Raad of het college? Nou, voor deze opname hadden we nog een overleg over de begroting. Dat is natuurlijk ook altijd elk jaar. In november wordt Hoe de begroting... Hoe staat de gemeente ervoor? Gemeente Sluis is een redelijk financieel gezonde gemeente. Hm. Met toch behoorlijk wat reserves. Maar goed, ook met een uitdagende opgave van alle taken die wij hebben. Zeker voor de komende jaren komen er vaak veel meer taken bij. Als we kijken naar duurzaamheid bijvoorbeeld. Opgave als het gaat om, wat we net zeiden, de huisvesting. Huisvesting van diverse mensen, diverse bevolkingsgroepen. Hoe houden we het allemaal betaalbaar en toch dat we het allemaal kunnen doen? Dat is denk ik wel een uitdaging. Ja. We gaan naar de portefeuilles die u heeft. We hebben er 8 uitgekozen om het even over te hebben. Een aantal hebben we samengevoegd. Een van de meest bekende portefeuilles is openbare orde en veiligheid. En die kijken we dan naar samen met de algemene plaatselijke verordening, drank en horeca en winkeltijden. Ja, helemaal vol. Daar speelt van alles. Helemaal vol. Ja, dat is een wettelijke portefeuille. Alle burgemeesters in ons land hebben een wettelijke portefeuille openbare orde en veiligheid. En dat is natuurlijk ook de verbinding zoeken met de politie. Misschien dat een deel van onze bevolking nog het beeld heeft van als burgemeester ben je het hoofd van de politie. Maar dat is al lang niet meer zo in ons land. Nee, nee, de politie is een eigenstandig orgaan. Dan valt direct onder de verantwoordelijkheid van de minister van Justitie. Maar er zijn natuurlijk wel heel veel uitwisseling van informatie, delen van knelpunten. Kijken hoe we ze die kunnen oplossen. Je ziet bijvoorbeeld in toenemende mate een verbinding tussen het veiligheidsdomein, zoals dat zo mooi heet, en het sociaal domein, als het gaat om veiligheid. Die twee hebben raakvlakken met elkaar. Hoe kunnen we dat in onze gemeente het beste aanpakken? Kunt u een voorbeeld geven van zo'n raakvlak? Bijvoorbeeld mensen die overlast geven. Kan natuurlijk allerlei oorzaken hebben. En vaak heeft dat een hele grote sociale component. Ja. En is het ook zaak om vooral naar die sociale component te kijken. En niet naar het overlast geven aan zich, maar meer wat is de oorzaak en kunnen we daar iets aan verbeteren. Ja. Ja. We horen wel eens over drugslab. Speelt dat in de gemeente Sluis ook? Ja, we hebben natuurlijk de afgelopen paar jaar in heel Zeeuw-Vlaanderen behoorlijke grote drugslabs gehad. Eentje in Waterlandkerkje in onze gemeente. Maar ook in Terneuzen was er een en ook in Hulst. Dat is natuurlijk schrikken. Dat je denkt van hoe kan dat nou in onze gemeente? Dat verwacht je niet zozeer. Nee. Dat verwacht je misschien eerder in een stedelijk gebied. Maar het blijkt dat kennelijk het platteland toch aantrekkelijk is op bepaalde plekken om dat soort activiteiten te ondernemen. Ja. En waar wij dan als overheid en ik als burgemeester een oproep doen, is mensen als je iets waarneemt of iets ziet waarvan je denkt, hey, dit is niet helemaal pluis, ik heb daar even geen goed gevoel over, om dat ook te melden. En dan kunnen we ook kijken van, klopt die melding en wat kunnen we ermee? Ja. Mensenhandel, komt dat voor? Dat komt zeker voor. Ik ben in Zeeland bestuurlijk het aanspreekpunt. Ik doe dat samen met een wethouder sociaal domein. Dat is de wethouder van Goes. En ik als burgemeester, wij vormen een soort team, een bestuurlijk team in Zeeland, voor heel Zeeland, om het onderwerp mensenhandel ook meer op de kaart te zetten. Alle 13 Zeeuwse gemeenten hebben ook een aandachtfunctionaris mensenhandel. Want dat komt ook in onze gemeente voor in Zeeland. We zouden dat misschien ook niet zo snel denken. Je kunt dan denken bijvoorbeeld aan prostitutie. Je kunt denken aan kinderen die gebruikt worden om drugs te verhandelen. Je kunt denken aan arbeidsmigranten die in een hele sociaal onwenselijke situatie zitten. Ja. Qua huisvesting of qua salariering. Dus dat uitzicht in verschillende vormen. Oké, er komt dus veel kijken bij openbare orde en
veiligheid. Op de APV, de drank en horeca, de winkeltijden speelt denk ik niet veel. Hè? Dat is allemaal goed geregeld in de gemeente. Ja, dat is eigenlijk een beetje uniform aan andere gemeenten. Hè? Daar hebben we natuurlijk heel veel houvast aan. En de APV wordt elk jaar door de gemeenteraad ook vastgesteld. Winkeltijden zijn heel vrij in de gemeente Sluis. Dat is al jarenlang zo. En daar zijn eigenlijk geen echte klachten over of wensen over. Mooi. Tenminste, die komen in ieder geval niet bij mij terecht. Dat is fijn dat het goed gaat. Kabinetszaken, dat is iets wat denk ik vanuit de naam niet direct duidelijk is wat daar allemaal bij komt kijken. Ja, nou, daar valt best heel veel onder. Ja, bijvoorbeeld het bezoeken van 60 jaar gehuwde echtparen. Of 75, ik had laatst zelfs een 70 jaar gehuwd echtpaar. En kabinetzaken organiseert dat ook vooraf. Hè, om even te bellen, van wordt het op prijs gesteld dat de burgemeester of een van de wethouders een bezoekje brengt. Maar daar hoort bijvoorbeeld ook onder. Sinds vorig jaar hebben we een kinderraad met een echte kinderburgemeester. Vorig jaar was dat het eerste jaar. Dus we hebben daar één jaar nu ervaring mee. Ja. En we hebben ook gevraagd aan de kinderraad hoe zij dat hebben ervaren. En die zijn daar heel enthousiast over. De kinderen die hebben meegedaan, die vonden dat heel goed. Die hebben echt de gemeente wat beter leren kennen. Wat er allemaal komt kijken in de gemeente. En hoe we dat allemaal doen in het gemeentehuis. Zijn ook aanwezig geweest bij heel veel activiteiten. Ja, dus dat is voor herhaling vatbaar. Dat is voor herhaling vatbaar. En de nieuwe kinderraad die wordt binnenkort geïnstalleerd. Alle scholen in onze gemeente hebben mogen één kandidaat naar voren brengen die namens die school in de kinderraad zit. En uit hun eigen midden kiezen zij dan de kinderburgemeester. Ja. En 10 november is de officiële installatie van de nieuwe kinderraad. Ja, en dan kunnen zij weer een jaar kinderraad snel zijn. Ja. Ja, leuk. Internationale betrekkingen, dan denk ik eerst aan Vlaanderen. Zeker, ja, dat is natuurlijk, we zitten echt in een grensregio. Ja. Nou, zeker in coronatijd toen we zaten met verschillende maatregelen in België en in Nederland. Dat was natuurlijk heel ongemakkelijk. En dat leidde ook soms tot hele onwenselijke situaties die bijna niet uit te leggen waren. Dus toen hadden we als grensgemeenteburgemeester wel regelmatig digitaal overleg met elkaar. Om op de hoogte te zijn van hoe het aan de ene kant van de grens was en aan de andere kant van de grens. En wij ontmoeten elkaar sowieso een keer of 3-4 in een jaar. Om ook aan de hand van een agenda uit te wisselen wat daar belangrijke thema's zijn en wat bij ons. En dan is het toch wel vaak opvallend dat je denkt, hey, we zitten vaak met dezelfde opgaven. Hè, want bijvoorbeeld het wonen en het beschikbaar hebben van woningen voor starters op de markt is ook een onderwerp wat in België speelt, in ja, Vlaanderen. Ja, duidelijk. Ja. Burgerzaken en verkiezingen, dat klinkt wat saai. Ja, toch iets. Ja, nou ja, we hebben volgend jaar in 2023 toch weer verkiezingen. En dat moet goed georganiseerd worden. En we hebben een fantastische. Welke verkiezingen hebben we dan? Dan hebben we de verkiezingen van Provinciale Staten. Aha. En van het waterschap. Ja. In maart 2023. En we hebben een fantastisch team in ons gemeentehuis die dat als er verkiezing is. Alles organiseert. Stembureaus inrichten, ja. Dat de uitnodigingen, dat er een check is. Welke inwoners hebben we, wie mag er gaan stemmen. Dus de Provinciale Statenverkiezingen worden eigenlijk georganiseerd vooral door de gemeentes? Ja, alle gemeentes. Ja. Alleen de provincie telt dan het totaal bij elkaar op? Ja, uiteindelijk is dat natuurlijk de tellingen vinden plaats in de gemeente. In de gemeentes. In het eigen stembureau. Duidelijk. Vrijwilligers die het stembureau bemensen. Dus dat is een hele klus. En dat is bij de Tweede Kamerverkiezingen ook zo? Ook precies hetzelfde, ja. Om de gemeentes iedere keer aan de bak. Ja, zeker. Ja, ja. En dan hebben we natuurlijk ons klantencontactcentrum. Dat is eigenlijk het burgerzaken. Dat is denk ik het loket wat de meeste mensen het meest kennen van een gemeente. Ja. Waar je komt voor je paspoort, voor je rijbewijs, of voor aangifte van een huwelijk, of aangifte van een geboorte, of een overlijden, of een verhuizing. Ja. Dat zal de meeste mensen denk ik het meeste kennen. Ja. Nou, misschien dan een stapje maken naar ICT met architectuur van de dienstverlening. Want daar praten we bij burgerzaken denk ik ook over. Maar dat moet je me maar verbeteren. En informatiebeveiliging, die hadden we samengepakt.
Ja, ja. Ja, ICT en informatiebeveiliging is onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld. Hè. Dat is ook in toenemende mate ontzettend belangrijk om je als gemeente ook te realiseren dat alles wat met ICT te maken heeft, dat onderhevig kan zijn aan aanvallen op jouw systeem. Want ja, de gemeente heeft heel veel data. He, alle adressen, alle namen, allerlei data over uitkeringen, allerlei data hebben wij. Ja. Dus wij zijn voor mensen die daar misbruik van willen maken op het digitale web, zijn wij een uitdagend bedrijf, om het zo te zeggen, om aangevallen te worden. Ja. Dus je ziet in heel Nederland dat alle gemeenten daar steeds meer in investeren om dat te voorkomen. Ja. Dat je soms hebben gemeenten, weet ik, elders in het land daar wel eens last mee gehad ook. Ernstige overlast. Dat hun systeem gekraakt was door misdadigers. En ja, dat wil je natuurlijk ten alle tijde zien te voorkomen. Ja, dat denk ik ook. Ja, dus daar wordt veel energie in gestopt om dat tegen te gaan. Iets spannends, denk ik. Crisiscommunicatie, wat komt daarbij kijken? Dat is vooral het moment dat er zich iets ernstigs voordoet in jouw gemeente. Of iets speciaals. Ik noem maar even in onze gemeente. Komt het regelmatig voor dat er bij bouwwerkzaamheden bijvoorbeeld een bom wordt gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Sommige zijn ooit ontploft, dan heb je weinig risico. Maar als die bom nog met een ontsteker en al in de grond zit, dan is dat een risico. En dan is er een afdeling communicatie, maar ook met onze AOV'er, adviseur openbare orde en veiligheid. Die kijkt van wanneer informeren wij de mensen als die bom geruimd moet worden. Moeten eventueel mensen een tijdje uit hun woning om te voorkomen dat er risico ontstaat. Dat als mensen in hun woning blijven, dat daar schade door ontstaat. Of dat mensen getroffen kunnen worden door een rondvliegend scherf of iets dergelijks. Dus dat vergt ook weer veel inzet en energie om dat in goede banen te leiden. Ja. Maar voordat het zover is, is er natuurlijk altijd een bedrijf die onderzoek doet. En daadwerkelijk die bom ontruimt. Maar als gemeente hebben we dan de taak om de communicatie te verzorgen. Ja. Personeel en organisatie, daar speelt ook wat. Ja, dat is natuurlijk in deze tijd, zoals eigenlijk alle bedrijven en alle organisaties in de zorg, of noem maar een werkgever die daar niet mee te maken heeft vandaag aan de dag. Dat is, hoe houden wij, vinden wij de mensen om het werk te kunnen doen? De arbeidsmarkt is krap en dat geldt ook op de overheidsniveau. En dat is natuurlijk iets waar we de komende jaren nog zeker mee te maken zullen hebben. Dus wij proberen ons als gemeente Sluis natuurlijk ook zo positief mogelijk dan ook in de kijker te zetten als er een vacature is. Ja. En dat ook wijd en zijd bekend te maken. Zodat mensen die interesse hebben kunnen reflecteren. Ja. En hoe groot is dan het personeelsgebrek op dit moment? Er zijn verschillende vacatures al ingevuld, heel veel zelfs. Maar er zijn altijd vacatures. We hebben mensen die met pensioen gaan. Of eventueel mensen die zeggen, ik ga verhuizen. Of mijn partner gaat verhuizen. Dus ik ga ook verhuizen daardoor. Dus er zijn eigenlijk altijd wel vacatures lopende. Ook als je het goed doet als werkgever, ontstaan er nog steeds vacatures. Ja, en dat is bij alle Zeeuwse gemeenten is dat een issue. Maar niet alleen bij gemeenten dus. Maar ook bij bedrijven en je hoort het ook in de zorg, hè? Eigenlijk overal. Zelfs bij buschauffeurs is het ook al lastig, geloof ik. En bij alle diensten vandaag aan de dag. Ja. Cultuurforum Aardenburg, dat is ook een portefeuille van u. Ja, klopt. Ja, dat is het Archeologisch Museum. Zo kennen denk ik veel mensen het in Aardenburg. En dat is verhuisd naar een andere plek. Dat heeft best wel wat voeten in de aarde gehad. Ook in de periode voordat ik in Sluis was. Welke plek krijgt het dan en hoeveel geld hebben we daarvoor over? En uiteindelijk is de bouw zo goed als afgerond. Het zit hem nu nog een beetje vast op de techniek. Het vervolmaken van de techniek.
Maar ik hoop heel snel dat dat geopend kan worden. En dat mensen daar zeker allemaal een kijkje kunnen gaan nemen. En kunnen gaan genieten van de geschiedenis van onze streek. Ja. Een actualiteit. Tolvrij. Ja, zeker. Hoef ik meer te zeggen. Ja, dat is iets waar we allemaal op hopen. Hoe eerder, hoe beter. Hè? Ja, dat we echt af zijn van het betalen van de tol voor de tunnel. Want dat is toch een barrière voor mensen die hier naartoe komen of naar de andere kant van de Westerschelde moeten. En dat voelt natuurlijk ook heel oneerlijk dat we met z'n allen toch een behoorlijk bedrag kwijt zijn. Zeker mensen die pendelen heen en weer voor de tunnel. Maar het schijnt nu opgelost te gaan worden. Dat schijnt van wel. Dus daar gaan we natuurlijk nog. We gaan binnenkort weer naar Den Haag. Elk jaar is er in Den Haag een Zeeuwse dag. En op die Zeeuwse dag staat Zeeland in de schijnwerpers in Den Haag. En dat doen we vooral ook door Tweede Kamerleden te ontmoeten, maar ook kabinetsleden, mensen van ministeries. En daar staat dit onderwerp, het tolvrije tunnel, natuurlijk ook op de agenda. Ja. Wat zou u nog meer willen vertellen? We hebben de afgesproken onderwerpen besproken. Maar er leeft vast meer in de gemeente of binnen het bestuur of binnen de raad waar u wat over zou kunnen vertellen. Ja, ik denk dat we al heel veel onderwerpen bij de kop hebben gepakt. Dat is waar. Ja, ik vind zelf dat we een hele mooie gemeente hebben. Hè, mm-hmm. Waar je in de zomer kunt genieten van al het moois wat onze streek heeft. Strand, maar ook, natuurgebieden. Ook het achterland, wat rustiger is natuurlijk in de zomer. Ja. Maar ook in de winter, de vergezichten die je ziet. De mooie kernen die heel divers zijn. Er wordt wel eens wat gemopperd. Maar al met al vind ik dat we heel tevreden mogen zijn om hier te mogen wonen en te mogen werken. En daar elke dag weer van te kunnen genieten. Dus ik vind dat heel mooi en ik vind de mensen heel behulpzaam naar elkaar toe. Dat wou ik net vragen. Hoe vindt u de mensen nu u zoveel jaar hier burgemeester bent? Ja, ik vind de mensen heel behulpzaam, heel open. Je hebt heel makkelijk contact. Nou ligt dat misschien ook, dat is natuurlijk wel altijd vaak een wisselwerking, hè, van hoe doe je dat zelf. En ik vind dat er heel veel verenigingen zijn. Daar heb ik ook wel soms wat zorg over. Want je ziet dan in besturen van verenigingen wat vergrijzing bijvoorbeeld. Ja. Hoor dat ook wel van mensen. Daarom hebben we een tijdje terug ook bijvoorbeeld een soort cultuurmarkt georganiseerd. Hier in het Lidltheater. Nog wat meer contact tussen de verenigingen onderling te bevorderen. En ook uitwisseling van kennis en informatie te delen. Het is allemaal wat kwetsbaar soms. En dan is het goed dat je elkaar kunt vinden als je zegt, hey, ik heb iets nodig. Of kan er iemand helpen? Of dat je als je elkaar kent, doe je ook sneller een keer een hulpvraag uit. En vaak is dat dan over en weer. Dus ik vind het heel mooi dat er van alles wordt georganiseerd door heel veel verenigingen. Ja. Heel veel vrijwilligers actief. Ja. Daar heb ik heel veel waardering voor. Ja. Nou, ja. Ik vind het een mooie afsluiting van ons gesprek. Dan ga ik naar de kijker. De kijkers, hoop ik. Ik hoop dat u ook genoten heeft van een inzicht in het werk wat de burgemeester van de gemeente Sluis doet. Volgende week zit hier een collega van mij met een andere gast. Ik hoop dat u dan weer kijkt. Tot dan.